Hey, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu, please. Dat is echt heel leuk. Dat zou ik echt leuk vinden als je lid wordt van de family. I'm all by myself, maar oké. Ik ben net wakker. Ik heb mijn ontbijtje gegeten en dit is nu de situatie. That's me. Drinks, laptop, make-up, tea. Ik mag niet te veel naar rechts gaan, want daar is een geheim project. Zoals ik al in een vorige video heb gezegd, zijn Celine en ik bezig met een nieuw projectje. Ik heb het gevoel dat het heel veel is de laatste tijd. Met Totally Too dat goed draait. De Naked collectie is gisteren gekomen en die draait heel goed. En we zijn al bezig aan een nieuw project. Maar ik ben wel zo excited. En gewoon zo leuk om dat met mijn beste vriendin te doen. Het is gewoon zo fijn om samen aan dingen te werken. En we hebben zo vaak dezelfde visie. Allee, bijna altijd. En dat is gewoon heel tof om te doen. Maar meer daarover binnenkort. Ik draag er wel een paar dingen van. We kunnen het misschien wel zien. Maar oké, ik ga me schminken. En dan ga ik weer babysitten op Noah, de derde dag deze week. Maar zoals jullie waarschijnlijk ondertussen al hebben gehoord en gezien op Instagram, is Nick zijn mami overleden. Zijn oma is dat. En ja, het is heel erg, heel spijtig. Het was echt een super lieve vrouw. Ik heb ze ook een paar keren gezien op de trouw, op de baby, gender reveal en zo. Het was echt zo'n levenslustige vrouw, een heel lieve. Dus ja, dat is heel spijtig. Maar langs de ene kant, ja, dat zal ook het leven zijn. Maar ja, ik vind het wel heel erg. Maar oké, daarom help ik dus Nick en Celine uit de nood. En let ik op Noah, omdat Celine haar ouders in Amerika nog zitten. En kan ik zelf ook wel niet naar de begrafenis gaan, wat ik wel een beetje spijtig vind. Want ik had ook wel, ja, toch op een manier nog zo afscheid willen nemen. Ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar op een of andere manier had ik dat wel willen doen. Maar langs de andere kant denk ik ook dat ik hun veel meer help door op Noah te letten dan dat ik daar zou zijn. En ik denk en hoop dat ze wel weten dat ik, allee, dat ik zo, ja, voor hun er ben en hun heel veel sterkte wens. Maar dus, vandaag weer een leuke dag met Noah. Ik kijk er naar uit. Oh, is echt een schatje. Die is echt zo lief. Gisteravond ook. Die was zo lief. Oh, die is echt cute. Dus ja, ik vind het wel fijn. Die is tot nu toe gemakkelijk. Dus dat is wel tof. Ik heb er niet heel veel werk aan. Gewoon veel spelen en, allee, spelen. Ja, speeltjes geven en er tegen praten en zo. Dus ja, maar oké, ik ga me schminken en dan ga ik zelfs vertrekken. Ready to go. Ik ga even mijn outfit hier in de garage laten zien, want mijn spiegel staat hier. Ik heb een playsuitje aan van Totally Too. Dat is zo'n, ja, dat heeft een naam, maar ik weet het niet. Staat nog niet online en I know, ik heb het niet gestreken. Ik strijk niet dus. En ik heb dubbele zool Converse aan, allee, nep Converse lookalikes. Van Totally Too ook, maar dat staat ook nog niet online. Dit komt allemaal binnenkort online, dus be prepared. Nu moet ik Oscar nog gaan binnenhalen. En dan kan ik vertrekken. Oski! Kom! Kom! Ja, gaan we naar binnen? Gaan we naar binnen? Ik krijg het niet los. Kom! Kom! Ja. Stop! Blijf. Je wacht echt zo. Stop, Oski. Oscar.
Oscar is binnen. Oscar! Oh, ik heb de deur opengelaten. Oh, amai. Bijna terug gaan lopen. Oh, phew. Got him. Oké, ik ga weer trekken. Ik ben er. Hey, vriend. Hey, vriend. Hey, schatje. Hey. Ja. Ja. Oh. En we gaan groentepapje eten. Want het is een beetje warm, dus... Celine heeft gezegd, eerst een beetje op het bordje. En dan wordt dat wel wat koeler. Ik ga wel een beetje erop doen. Okay. Ah, uw bavet. Moet u uw bavet nog aandoen? Hè? Anders gaat je smossen. Anders gaat je smossen! Ja! Amai, dat is makkelijk eten geven zo. Die houdt de hele tijd mijn arm tussen zijn. Lekker, hè? Lekker, hè? Mag ik? Houdt de hele tijd zo mijn arm ertussen in. Dat is goed aan het eten. Flinke jongen. Even de hondjes buiten laten. Sst, Melkska. Ellie, kom. Oh, Ellie heeft niks in schoen. Ze heeft al iets anders genomen. Ik ga heel even buiten zitten. Hier. Het is zo mooi weer en Noah slaapt. Ik heb de monitor bij. Dus, voilà. Hey, kleine schat. Hey, kleine schat. Zo flink weer, hè. Ja. Celine en ik zijn onderweg naar huis. Het is 4:40 ondertussen al. Ik ben de hele dag bij u geweest, hè. Hele dag bij u geweest, hè. Ja. He's so cute. Oh, cutie. Ik heb ondertussen best wel wat buikpijn gekregen. Ik denk misschien te veel eieren gegeten of zo. Ik weet het niet. Ik ga dus zo naar huis. En dan denk ik dat ik niks meer speciaal ga doen. Ik weet niet, misschien met mijn ouders pizza maken of zo. I don't know. We will see. En sowieso, als ik straks niks meer vlog, dan vlog ik morgen wel nog verder. Dus ik ga zien. Wat zeg je? Tot de volgende keer, vriendjes. Dag. Dag. Doei.